Toyota heeft 20 jaar geleden als pionier de hybride wagens geïntroduceerd. Nu, sinds een aantal jaar, hebben wij de waterstofwagens geïntroduceerd. Dat zijn eigenlijk wagens die puur werken op waterstof, die elektrisch aangedreven zijn, maar de elektriciteit wordt wel aan boord aangemaakt. Hoe gebeurt dat? Dankzij de zuurstof uit de lucht die samenkomt met de waterstof vindt er een chemische reactie plaats. Die chemische reactie creëert elektriciteit die de wagen gaat aandrijven. Dat is een heel handige wagen, want je kan hem heel snel vol tanken. 3 à 5 minuten, dat is even snel als een reguliere tankbeurt. Je kan er heel lang mee rijden, 400 à 500 kilometer. Dus dat is eigenlijk een veel grotere autonomie dan de gemiddelde elektrische wagen. En hij heeft helemaal geen uitstoot. Dus een zero-emissiewagen die bovendien ook helemaal geen geluid maakt. In de visie van Toyota is er plaats voor elke technologie. Dus elektrische voertuigen zijn zeer geschikt voor kleinere wagens, kortere afstanden. Hybride voertuigen die zijn zeer breed inzetbaar. En voertuigen op waterstof zijn geschikt voor grotere wagens, vrachtwagens en bussen en voor langere afstanden. Eigenlijk, Kia is een wereldspeler in de gasindustrie, waaronder zuurstof, argon, stikstof, maar ook waterstof. We hebben meer dan 40 jaar expertise hier in de Benelux opgebouwd rond waterstof. Dat is ook de reden waarom dat we dit waterstoftankstation hier hebben gebouwd, omdat wij heel sterk geloven in waterstof als energiedrager. Eigenlijk, Kia speelt een voortrekkersrol in de Hydrogen Council, samen met een 40-tal andere bedrijven uit de energie- en mobiliteitssector. Samen met deze bedrijven proberen wij waterstof te gaan ontwikkelen, te zorgen dat die verder in de markt wordt geduwd. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, namelijk 10 miljard euro. En we hopen hiermee de waterstofmarkt binnen 5 jaar echt op de kaart te zetten. Voor toepassingen zoals personenwagens, vrachtwagens, bussen, zelfs vliegtuigen en boten. Waterstof is het meest voorkomende chemische element in het universum, maar heeft een enorm potentieel om de CO2-emissie te reduceren in de transportsector.